Ik ben weer op avontuur in Palworld. Met mijn mooie hert, mijn eikheer Deer. En ik zie hier opeens allemaal nieuwe pels. Dus die gaan we proberen te vangen. Wat zijn dit? Sparkids. Oké, jullie mogen in de comments laten weten op welke Pokémon jullie al deze nieuwe pels vinden lijken. Bijvoorbeeld deze Sparkids. Ik ga jou pakken, vriend. Hoppakee, let's go. Hebben we hem? Ja, deze moeten we hebben, toch? De Sparkid. Ik weet niet op wie die lijkt. Dat is een beetje een kruising van een Raichu en een Meowth of zo. We got him! Oké, dat is één nieuwe. Ik ga proberen om minimaal 10 nieuwe pijls te vinden in deze video. Dus doe een duimpje omhoog. En abonneer als je dat wil zien. Oké, daar is nummer 2. Dit is een vogelbekdier. Oké, die ga ik even zelf verslaan. Want ik ben bang dat mijn eikeerdeer deze gaat slopen. Heet jij gewoon fuck? What up, fuck? Het blijft wel een beetje raar om pijls te moeten slaan, hoor. Dit voelt niet oké. Waar ga je trouwens helemaal naartoe? Wat ben je van plan, fuck? Sorry, fuck, dat ik je ga slaan, maar... Ja, ik wil je heel graag vangen, want ik vind je eigenlijk best wel heel erg cool, fuck. Oké, komt-ie. No, pijlsfeer available. Ik had net allemaal sfeers gemaakt. Oh my god, heb ik ze weer op mijn bank laten liggen? Ja, kijk, hier liggen er nog 7. Fuck, niet weggaan. Oh ja, kijk, fuck wil mij aanvallen. Fuck is boos. Fuck, niet zo boos doen. Ja, jij lijkt op een stoere Psyduck of zo. Hoppakee, 81, 91, let's go, dat is nummer 2. What the fuck? Oh, daar ligt gelijk de derde. Deze heb ik ook nog niet. Oh, is die kapot? Oh, deze kan ik denk niet meer vangen. Die is al gesloopt door mijn eikeerdeer, denk ik. Oké, misschien is er nog wel hier ergens eentje. Hier is nog een fuck. Die is vet cool. Die is echt heel leuk. Oh, kijk, deze heb ik ook nog niet. Wat is dit? Oh, kom dan. Livmunk. Hallo. Ik wil vechten met jou. Ik heb eigenlijk een pijl en boog nodig. Dat is wat makkelijker vechten misschien. Flipmunk, waar ga je naartoe? Hallo. Ik sla jou. Jij moet terugvechten met mij. Oh, hij rent ook alleen weg. Oh, oké. Hij rent trouwens wel hard. Kijk, maar ergens is het heel scheef dat het nu raar voelt om zelf pijls te slaan. Terwijl normaal gesproken laat je Pokémon dat werk voor je doen. Dat is heel raar, toch? Een soort van als Pokémon een andere Pokémon slaan, dan is het oké. Maar als we het zelf doen, dan is het opeens heel raar. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het ook raar, hè? Oké, ik ga hem gewoon 1 keer proberen te vangen. Misschien als hij nu uit de bal gaat, dat we hem dan gelijk een paar tikjes kunnen geven. Oh, we vangen hem gewoon. Oh, lekker. Oké, dus deze Grass-type Livmunk, die is nieuw. Ah, ik herken deze wel. Dit lijkt heel erg op een Pokémon, maar ik weet even niet welke. Is het Pachirisu misschien waar die mij aan doet denken? Ik heb dus ook deze Fwack gevonden. Super geinig ding. En Sparkit. Ja, oké, die heeft wel echt de staart van een Raichu, man. Wow, wat loopt daar? Capritti? Oké, ik ga 1 keer mijn Eikeerdeer erop afsturen. Wow, deze is echt heel mooi. Eikeerdeer, doe je ding. Pak hem. Maar niet te hard. Au. Oké, je mag hem nog 1 keer slaan, denk ik. Doe maar, Eikeerdeer. Oké, stop maar. Ik ga nu met een andere pijl. Chikipiki, let's go. Chikipiki, pak hem. Kijk, Chikipiki vechten. Oh, rustig aan, jongen. Die sloot hem ook bijna. Oké, deze kunnen we misschien vangen. 51%. Oeh, 76%. Ja, deze hebben we ook. Het gaat echt supergoed. Yo, maar deze was lijp. Welke was dit? Dit is Capritti. Is het een beetje een kruising van een Go-Goat en een Shaymin? Dat bosje op zijn rug lijkt echt op Shaymin. Oh, hij heeft allemaal berries op zijn rug. En met die berries voert hij andere pijls. Wat vet. Oeh, ik ben bij de Rain Syndicate Tower. En dat is waar ik moet zijn om een baas te verslaan. Oh, dat is denk ik deze toren dan. Ja, maar dat ga ik nog niet doen. Zou ik hier in deze omgeving andere pijls kunnen gaan vinden? Dat zou wel lijp zijn. Hier zitten in ieder geval heel veel van dit soort fragmentjes. Kan ik in ieder geval weer wat van die ballen maken? Is er een pijl die mij daarbij kan helpen misschien? Heb ik die bij me? Chikipiki, kan jij mij helpen hakken? Nee, Chikipiki heeft er geen zin in. Misschien Pangolet. Nee, die ziet er ook niet uit alsof die daar zin in heeft. Oké, jij dan, Kramis? Jij lijkt op Eevee? Volgens mij gebruik ik mijn verkeerde tool. Ik moet deze gebruiken, dan gaat het veel sneller. Maar het is hier wel echt verdacht rustig. Ik zie helemaal niemand. Oké, we gaan vechten. Let's go. Let's go, Weirder. Pak hem. Hoppakee. We gaan hem zo lekker, man. Heerlijk. Hij maakt ze helemaal kapot, joh. Als er gevochten moet worden, dan moet ik echt dit hert meenemen. Man, wat is die sterk. Ik hoor geluiden. Ik hoor een dier. Oh, dat zijn meer Sparkids daar zo. Ja, maar die ken ik natuurlijk al. Kunnen ze wel even verslaan voor de XP. Oeps. Oh, dit voelt wel slecht, hoor. Dit voelt wel slecht for no reason. Gewoon pap, 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 pap. Dit is eigenlijk niet oké. Heb ik hier een ei? Die eieren, die kan je laten uitbroeden op je kamp. Ja, Scorching Egg, let's go. Die nemen we mee. Hier beneden lag iets te slapen. Volgens mij was dat de stekelvarken. Ja, die hebben we ook nog niet. Jolthawk. Oké, Eikeerdeer, kom maar even terug. Want jij gaat Jolthawk sowieso kapot maken als je hem gaat aanvallen. Sorry, Jolthawk. Lig hier lekker te maffen. Ga ik je zomaar slaan? Ik weet het. Dat is niet oké.
Maar het gebeurt wel. Sorry. Kom maar. Kom maar, kom maar gewoon bij mij. Dan ga ik je weer verzorgen. Let's go, Joltok. Ja, kom maar. Hoppakee, en dat is nummer 5 in deze video. Kijk eens, oh, deze lijkt pas op Shaymin. Holy moly, dit is gewoon electric type Shaymin. Wat is dat? Tombat, die wil ik ook hebben. Maar waar was dat teleporteerpunt? Daar moet ik eerst naartoe, want als ik nu doodga, dan verlies ik al mijn spullen, dan blijven die hier liggen. Maar eigenlijk heb ik gewoon een glider of zo nodig. Ik zie ook helemaal niks meer nu, joh. Het is kapot donker. Oh, wacht, maar daar heb ik een oplossing voor. Zo, Fox Sparks? En dan neem ik een fakkel in mijn handen. Zo, nu zie ik een stuk meer. Kijk, dan kunnen we hier gewoon rustig naar beneden lopen. Oeh, en een dire haal. Oeh, ik ga hier straks terugkomen. Hier zitten allemaal nieuwe. Kijk, en dan kunnen we hier zo dit activeren. Unlock fast travel. Dan kunnen we volgende keer heel makkelijk hier naartoe vanuit mijn basis. Hé, hey, wat is dit? Oh, dit is weer een herinneringetje. Ik denk dat daar ook vet veel nieuwe dingen zijn. Oké, maar even terug, back to business. Even terug naar die pijls die ik nog wil vangen. Dit is wel wat Pal World zo leuk maakt. Je gaat gewoon van alles en nog wat exploren. Je gaat op zoek. Je weet niet waar je terechtkomt en wat je daar dan vindt. En dan vind je opeens nieuwe pijls die je kan vangen. Dat vind ik super lijp. Hé, hey, hier is ook nog zo'n speciaal ei. Maar dit is een andere. Dit is een normaal ei. Oeh, maar ik wil dat vuurei eigenlijk uit gaan broeden straks. Oh, daar is die. De tombat. Dan moet ik denk ik wel weer even mijn eikeerdeer gaan gebruiken, hoor. Er zijn hier heel veel tombats trouwens. Dit kan gevaarlijk worden, jongens. Dit kan gevaarlijk worden. Ik ben bang. Oké, gelukkig heb ik weer een hele sterke eikeerdeer bij me. Wow, kijk hem vliegen. Hij vliegt helemaal naar beneden daar. Ik weet niet of we die nog kunnen gaan vangen nou, hoor. Misschien moeten we die maar gewoon verslaan. Kijk, we hebben ook maar een catch rate nu van 6%. Oké, eikeerdeer, dit is niet handig. Dit is niet handig. We gaan de andere pakken. We gaan deze pakken. Hallo? Hallo, meneer? Ik sla jou even met een stok, ja? Eikeerdeer. Eikeerdeer, kom. Hallo? Eikeerdeer, wat ben je aan het doen? Maak hem kapot. Je moet me helpen. Anders gaat het niet goed komen. Je moet me helpen. Oh. Eikeerdeer wordt gesloopt. Oh nee. Oh nee. Ik denk dat hij niet echt meer kan nu. Hij zit vast. Oh nee. Hij is kapot gemaakt. Hij is kapot gemaakt. Ik ben nu met een andere. Pengulet, kan je wat doen? Pengulet, jij bent toch altijd sterk? Wat gebeurt er? Volgens mij staat iedereen vast. Volgens mij gebeurt er niks. Volgens mij is de game gebugged. Kijk, hij valt ook niet meer aan nu. Ik kan hem rustig gewoon zo smacken. Hij doet niks meer. Deze tombat zit vast. En mijn pengulet kan ook niks doen. Nou, dit is wel easy. Als toch niemand helpt, dan geef ik er gewoon nog een paar klappies. Oeh, maar ik heb maar een 15% catch rate. Dat is niet hoog. Heel lage catch rate, jongens. Ik heb denk ik betere ballen nodig voor deze wombat. Of tombat. Of hoe dat ding ook mag heten. Oh, let's go. Let's go. Dit zou tof zijn. Ja, we hebben hem. We hebben tombat gevangen. Heerlijk. Ja, dit was een moeilijke. Die staat ook volgens mij heel ver in de decks. Kijk eens. Wow, die is ook best wel cool. Een soort van Meowscarada meets Noibat clone. Oké, maar kan ik mijn eikeerdeer nog levend maken? Omdat hij nu wel kapot is. Blijkbaar moet je die dan in je pijlbox doen bij je basis. 10 minuten wachten en dan doet hij het weer. Wat staat daar? Oh, maar die kan ik echt wel niet vangen. Deze Robin Quill, die is level 22. Ik durf niet te dichtbij te komen. Wat? Nee! Nee. Die lijkt op Gallade. No! Ik moet wegrennen. Laat me met rust. Alsjeblieft. Daar moest ik duidelijk nog niet naartoe. Oeh, volgens mij was die wolf hier, maar deze hebben we ook nog niet. Wat is dit? Grookie! Hallo, Tansy. Jij bent wel schattig. Oh, wacht. Mijn pijls die helpen, maar die slopen gelijk die Tansy. Dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Mijn bed is ook kapot, dus ik kan nu niet te lang meer slaan. Oké, gaan we vangen? Ja, nee. Gaan we jou niet vangen? Bro, kom gewoon even hier. Ik wil een monkey in mijn team. Let's go. Ja, kijk, toppie. Tansy hebben we ook binnen. En dat is nummer 7. Deze Pokémon gebruikt de takken als wapen. Maar nu die mensen eens heeft leren kennen, heeft hij iets nieuws gevonden. Geweren. Dat staat hier. Deze Tansy houdt van geweren. Oké. Yo, wat is dit voor kasteel? The Desolate Church. Dit is een oude kerk. Maar wat kan ik hier vinden dan? Straks komt er een of andere gekke baas als ik hier opeens ben. Oké, kistje openmaken. Oh, hier zit de sleutel in. Oeh, hiermee kan ik mijn pijl sterker maken. Of mijn stats. Oké. Dit beeld lijkt trouwens op Lucario. Nee, de focus van deze video is om een nieuw pijls te vinden. We gaan dit nog niet doen. Kijk, hoppakee, fast travel. Kaartje vinden. We gaan lekker. Hallo, is daar een nieuwe pijl ergens? Ja, deze moesten we nog hebben. Rushor. Hallo, meneer. Oké, ik ben wel een beetje bang dat hij me aan gaat vallen, als ik heel eerlijk ben. Tot nu toe doet hij nog niet heel veel al. Tot nu toe staat hij eigenlijk een beetje stil te staan. Oh, arme Rushor. Hij vecht niet eens terug. Dat vind ik zielig. Nou, kom dan maar. Ach, dit wild zwijntje, dit deed gewoon helemaal niks terug.
Nou voel ik me nog slechter. Maar we hebben hem wel gevangen. Hoppakee. Hij heeft een beetje de kleur en de layout van een zigzagoon, maar dan is het gewoon een wild zwijn. Hij schijnt wel super agressief te zijn, staat hier. Daar heb ik niet heel veel van gemerkt. Hoppa, we hebben er nog twee te gaan, jongens. Oeh. En daar staat al gelijk de eerste, Fixie. Die is ook leuk. Die staat hier ook gewoon een beetje niks te doen. Deze hebben we ook nog niet. Hallo, Fixie. Oh, oh, sorry. Ja, dit gaat snel. Jij doet ook niet zo heel veel terug, hè? Die zijn allemaal een beetje klein en schattig. Nou, kom maar. Kom maar, Fixie. Hoppakee, 85. Ja, deze gaat ook lukken. Kijk dan hoe schattig deze ook is. Dit is soort van de vrouwelijke voorevolutie van een Lycanroc. Fixie is het idool van de Galapagos-eilanden. Als je een Fixie pest, dan moet je je voorbereiden dat de hele wereld jouw vijand wordt. Ik heb net wel Fixie geslagen, maar ik zal hem niet meer pesten. Ik zal het niet meer doen. Dan moeten we eigenlijk nog één nieuwe pijl zien te vinden. Oeh, en ik heb eigenlijk wel een goed idee daarvoor. Daarvoor ga ik namelijk terug naar mijn basis. Oh, er zijn hier allemaal ontevreden pijls. Maar dan ga ik gewoon allemaal nieuwe pijls hierin gooien. Die mogen hier gaan werken. Ik denk dat ze allemaal verslagen zijn net. Ik denk dat ze ruzie hebben gehad, hoor. Ik denk dat we hier aangevallen zijn zonder dat ik het wist. Nou, maar kijk hier, al mijn nieuwe pijls. Wow, wat doe jij? Oeh, ja. Kijk hem, hij brengt steen mee. Wow, dat zag er vet uit. Kijk, en Quaxly is daar mijn veldje aan het sproeien, zodat er weer wat berries gaan groeien. Wat cool. Doe lekker je ding, jongen. Lekker bezig, man. Lekker bezig. Tenzi, oftewel Grookey en ja, Pachirisu, die zijn hier lekker. Hout aan het hakken. Lekker bezig, jongens. En zo helpen al je pijls je ook op je basis. Maar goed, ik moet nog één nieuwe pijl vangen. Technisch gezien ga ik die niet vangen. Ik ga die hierin doen. Ik heb namelijk eieren gevonden. En ik heb een scorching egg gevonden. Hoe lang gaat dat duren? 10 minuten. Oh, kijk, hier zit iemand vast. Kom maar even mee. Ik til je wel op één hand. Je moet even hier zijn. Let's go. Doe je ding. Hij kan alleen geen werk doen. Hij heeft hier niks te doen. Dus ik kan beter iemand anders eruit gooien. Wel echt zo cool, man. Deze. Holy moly. Wat een vette pijl is dat. Dan gaan we die weghalen en gooi ik deze eruit. Mijn shaman doet blijkbaar ook niks. Dan heb ik hier nog een vogel die kan werken. Die lijkt op Staraptor. Let's go. Ik moet blijkbaar nog een fornuis maken om mijn basis te kunnen upgraden. Kijk, en dan komen ook al die pijls komen lekker helpen timmeren. Lekker bezig, man. Bedankt voor je hulp. Ja, lekker. Kijk, dan gaat het allemaal super snel. Hoppakee. Komen ze allemaal aan, hoor. Wat een helden. Hey, dankjewel, gasten. Dit is pas teamwork. En hier kunnen we dus ingots maken of charcoal. Charcoal kunnen we gebruiken voor kogels. Oeh, en van ingo kunnen we metalen wapens en metalen armor maken. Dus laten we dat doen. Quiet kindling. Oh, dan heb ik denk ik even mijn... even kijken. Foxparks nodig. Kan jij dat doen daar? Ja, kijk. Oh, dit is zo leuk. Dit soort dingen zouden ze ook met Pokémon moeten doen, man. Ik bedoel een Charmander die dan hier gewoon lekker dat overtje aan staat te steken. Dat zou echt heel vet zijn. Wat cool. Ja, dit is fantastisch. Dit is echt super leuk. Lekker bezig, hoor. Lekker bezig. Ga zo door. Ondertussen gooien zij mijn kist lekker vol met van alles en nog wat. Dank jullie wel, jongens. Even kijken of ze nog genoeg te eten hebben. Ja, dit gaat wel goed. Oeh, nog 30 seconden. Ja, daar is die. Ik ben zo benieuwd wat dit is. Oeh, spannend. We moeten X ingedrukt houden en dan gaan we het zien. Wat is het? Oeh, Arsox? Wow, die ziet er echt heel stoer uit. Die lijkt wel een beetje op Terrakion, denk ik. Oeh, laten we hem kijken. Hij is level 1, dat wel. Oeh, laten we kijken wat dit is. Wow, die is vet cool gek. Kijk die vlammen. Wow, deze is zo ziek. Deze heb ik nog nooit gezien. Oh my god, deze is echt heel cool. Holy moly, wat vet. Dit is misschien wel mijn allercoolste tot nu toe. Kijk hem gaan, joh. Kijk die vlammen bij zijn staart en zijn kraag. What? Ja, insane deze. Insane. Wat een prachtige afsluiter voor deze video. Laat in de comments weten welke jij het vetst vindt. En waar je ze op vindt lijken. Doe zeker even die duimpjes omhoog voor deze hele sikke Arsox. Kijk dan, man. Wat een baas. En abonneer voor meer normaal gesproken Nintendo video's. Mazzel!